Zitten we naar te kijken? We zijn hier evolutie aan het printen. Evolutie aan het printen. De vorm die de printer print, elk laagje, is eigenlijk één generatie in evolutie. Zij is hier begonnen met een cirkel. Ja. En die cirkel bestaat uit allerlei punten. En uit 100 punten. Ja. En hij maakt dan allemaal nieuwe vormen aan. Dat doet hij in de computer met die 1000 nieuwe vormen. Ja. Die anders zijn doordat die punten een klein beetje muteren. Dus die veranderen een klein beetje van positie. Okay. Uit die hele populatie van 1000, daar kiest hij de beste van uit. En wij hebben nu bepaald dat hij beter is als hij puntiger is. En die vorm, de beste, die legt hij er weer bovenop. Wat bijzonder. En zo bouwt hij die hele vorm. Ja. Wie heb ik nu gesproken? Marijn Schilling. Marijn. Ja. Oké. Ik heb het samen met Diana Wildschut gemaakt. Ja. In het Knopjesmuseum. Oké. En dat is het materiaal wat je daarvoor gebruikt? Ja. Je gaat hier de machine in en de kop maakt het warm. En die smelt het en die kan alles gaan proberen. Waardoor je ook weer andere vormen krijgt natuurlijk. Ja. Ja. Leuk. Nog allemaal ideeën van wat we hier nog mee gaan doen. Nou, succes. Ja, dankjewel. Dan moet je eigenlijk even aan Thijs. Ik heb net het hele gebeuren in werking gezien. Wat zagen wij, Thijs? Een pulsjet. Een pulsjet zonder kleppen. Oké. Eigenlijk gewoon een pijp en er zit helemaal niks in. Nee. Alleen een gastoevoer. En waar komt dat geluid dan vandaan? Dat is de pulsering die ontstaat. Doordat na de ontploffing is de zuurstof op. Ja. En dan verliest hij door het korte pijpje verliest hij zijn kracht. Okay. En door de lange pijp blijft de kolom lucht die blijft op gang. Okay. Dus die zorgt eigenlijk voor dat door het korte pijpje weer nieuwe lucht aan gaat zuigen. Ja. En pas als die binnen is, dan krijg je weer een nieuwe explosie. Dus daarom pulseert hij eigenlijk. Nou, heel bijzonder. Het was ook een heel bijzonder geluid. Het deed me een beetje denken aan dat Australische oergeluid. Het is een soort didgeridoo, maar dan met gas. Ja, precies. Ja. Hey Thijs, en dit is jouw kunstvorm, zeg maar? Nou, ik maak wel veel meer dingen, veel verschillende dingen. Ja, maar welke vormen moeten we denken? De stier bijvoorbeeld, die op de rotonde staat. Oh, ja, die kon ik bijna niet ontlopen. Sorry. Nee, daar kom je niet, kom je niet omheen. Nee, oké. Wat leuk. Dus nu ben je weer met iets heel actiefs bezig, dan even weer heel anders. Ja, dat vind ja, ik wel heel mooi in ieder geval. En wat heb je nog meer in de stad? Zo, Ik heb aan de overkant nog een bankje staan. Ja. Bij Nimmerdoor heb ik een werk staan, een soort larf, een groot monster. Maar mensen die een gekke klik hebben met techniek en kunst. Ja, dat was het idee, hè? Ja. Kaalstaart, hè? Yep. Nou, ja, ik geniet ervan. Ik bedoel, een heleboel leuke dingen al gezien. En bijzondere dingen. Leuk. En, dus jij bent mede-organisator, Thijs, van dit verhaal? Ja. Leuk. Ja, het inspireert. Dus ja. Om andere mensen ook over de vloer te hebben die dat soort dingen doen. Dan raak je zelf ook weer mee aan de gang. Zo werkt dat, hè? Ja. Je wordt geraakt door de ander en dan geeft het je weer inspiratie. Ja, zeker.
nou, die temperatuur die loopt hier op in... Het ligt er helemaal aan wat je gaat maken, maar deze objecten, dus dit is allemaal gemaakt door mensen van die een workshop hier hebben gedaan. Ja. Dit smelten wij tot 810 graden. Dan wordt het vloeibaar, maar het loopt niet helemaal weg. Het blijft een soort, als een soort stroperige dikte. Ja, want dat moet natuurlijk wel. Het moet niet helemaal weer... Nee, dus het blijft wel staan zoals je het hebt gemaakt, maar alle... De scherpe kanten gaan eraf en het rond helemaal mooi af tot één object. Dus uiteindelijk... En wat heb jij gemaakt? Wat is van jou? Mijn werk is daar. Die heb ik in twee laagjes op elkaar gestapeld en vloeibaar gemaakt. En vervolgens is dat bevestigd aan een... Wat mooi. Een vorm die ik zelf gesneden heb. Dus een soort kunstleer met een filter achterkant. Dus dat draagt ook nog eens een keer heel comfortabel. Ja. Keramische mallen of stalen mal kan je gebruiken. Daar moet je een speciaal losmiddel voor gebruiken, zodat het niet aan je mal hecht. Ja. En vervolgens smelt het in die vorm. Dus ja. En daarmee krijg je dat het een ronde vorm. Exclusief. Ja, dat is het zeker. Ik maak ook ik maak wel series, maar dan is het allemaal diverse kleuren. Dus ik maak nooit twee dezelfde. Ja. En verder, dit is eigenlijk gewoon mijn vrije werk. En verder werk ik in opdracht. Ja. Dus dat is weer heel anders. Want het uitgangspunt is glas. Maar ik maak bijvoorbeeld lampen. Ik heb ook wat panelen gemaakt van glas die dan weer in meubels verwerkt worden. Dus dat je dan samenwerkt met een andere kunstenaar of met een meubelmaker. En ik heb hier bijvoorbeeld een object. Daar heb ik het gipsmodel nog van. Ja. Maar dit model heb ik gemaakt voor de hervormde kerk in Baarn. Die staat daar op het Marktplein. En die kon ik hier natuurlijk niet laten zien, want die hangt al in de kerk. Ja, dat wordt moeilijk. Ik moet de hele kerk hierheen halen. Precies. Ik heb hier een heel klein plaatje van hoe het die is geworden, resultaat. Het is massief glas. Ongeveer 3 centimeter dik en 70 centimeter hoog is het. Dus in totaal zitten 18 kilo aan glas in. Zo. En ik heb voor dit festival heb ik helemaal de techniek hier omschreven van hoe gaat het nou in zijn werk om zo'n glazen beeld te maken. Dus dat, wat leuk. Ja. En welke kunstmaker maakt dit? Welke kunstenaar? Ik? Ja? Ja? Welke kunstenaar is dat? Hilde Paalvast. Hilde Paalvast. Kijk, dat wilt u natuurlijk even weten, waar al dat moois vandaan komt. Oké. Okay. Ik zie het. Ja. Jullie lijken echt op elkaar. Ja, dat is, hij is wat ouder. Ja. Ja. En die is ook in 3 dimensies, zie ik. Ja, hij is altijd, en hij kan ook alle kanten uitkijken. Dus ja. Soms dan laat hij zijn achterhoofd zien. Ja. Maar meestal kijkt hij wel gewoon objecten die gebaseerd zijn op het principe van de Sudoku-puzzel. Ja. En zo'n Sudoku-puzzel is meestal vlak. Hè? Dus ja. De 81 vakjes. En wat ik heb gedaan is de vakjes vervangen door, ontwikkeld door de zoon van M.C. Escher. Ja. En die had zichzelf afgevraagd op hoeveel verschillende manieren kan ik 8 kubussen aan elkaar plakken zodanig dat ze scharnierend een andere vorm kunnen aannemen. Ja. En hij had ze allemaal bekleed, maar ik kwam dus op de gedachte om ze ook doorzichtig te maken. Mm-hmm. En om daar mijn Sudoku-figuren in te maken. Als je dus deze ziet, dan zie je daar deze vorm in. Ja. Maar als ik hem binnenste buiten keer, zoals deze, dan wordt het ineens deze figuur. Ja, ja. Dus deze figuur en die figuur, die zijn elkaars binnenste buiten. Ja, jij keert de boel binnenste buiten, Hans. Ik keer helemaal. Ik zeg altijd maar, de onderste steen moet boven. Dankjewel voor die mooie uitleg, Hans. Ja, niet zo.
En is dit alleen vandaag open? Of, Het was afgelopen week open. Ja. Vandaag ook nog. Maar we hebben het hier opgebouwd om het vaker open te laten gaan. Ja. En weet nog niet wanneer, maar dat zal dan worden aangekondigd op knopjesmuseum.nl. Oké. Ja. Nou, dan kom ik dan terug om het Knopjesmuseum eventjes te filmen, goed? Dat is goed. En dan een beetje een impressie hebben. Ja. Leuk. Waarschijnlijk in de Leuk, bedankt voor de interview.